Deze beschouwing die gaat over de menselijke kennis en de diepte daarvan. Hoe ver gaat kennis? Ik ga er een uurtje voor uittrekken. Ik heb er een lekkere pot thee bij. Het is nu een zondagochtend. Ik heb al even geprogrammeerd. En zo dadelijk ga ik verder. En vanmiddag om 16:30... dan word ik gebeld. Een of andere internationale club. Daar heb ik een cv-ding als programmeur. Dan gaat mijn talentmanager mij bellen. Rachel Silverstein. Nou, 16:30. Gaat een kwartier duren. Nou, ik ben benieuwd. Misschien kom ik toch nog aan de bak als programmeur. Je weet het niet. Los ervan, ik heb een baan. Ja. Maar anyway, dat is mijn zondag. Kennis, daar gaan we het over hebben. En voordat ik van start ga, eventjes kort reclame maken voor het kanaal van Periwinkel. Kijk allemaal naar het kanaal van Periwinkel. Nou, dat is wel lang genoeg, denk ik. Nou ja, laten we eerlijk zijn, het is best een leuk kanaal. Inmiddels een behoorlijk archief, hoor. Als je naar mijn kanaal gaat, dan kan je ook die playlists erbij pakken. En er zit er ook eentje bij, en dat is de playlist humor. Die ga ik er eventjes erbij pakken, hoor. Mijn channel. Die is echt erg leuk. Er zit er eentje bij met Jurk. Waar staat hij? Ja, dat is, die heet Nieuwsuitzending 246. Die is om je te bescheuren. Die is ongelooflijk leuk. En die duurt maar 3 minuten. Heel geinig. En ik heb er meer, want ik heb hier nog eentje. Er zijn er 3 met Jurk Liesman over humor. En dan moet je weten dat Jurk en ik, we doen altijd van die hele serieuze uitzendingen over de heersers van het kwaad. En wat de katholieke kerk wel niet heeft uitgefroten. En allemaal zo super serieus. Maar die humordingen van mij en Jurk zijn erg leuk. Zijn wel weer van de hele tijd. Oh, dat was in 2016. Zie ik nu. Augustus 2016. Oh nee, dat is een andere. Wacht eventjes. Even kijken, hoor. Want ik moet even die hebben. Nieuws 264 gaat het noemen. 2017 heeft hij gemaakt. Dat is 2 jaar geleden. Heeft 1 plusje. Mijn tante die heeft het geluisterd. Die vond hem erg, erg leuk. Het begint als volgt. De Europese Commissie heeft zojuist aangekondigd dat er een overeenkomst is. Waarbij is overeengekomen dat Engels de officiële taal van de Europese Unie zal zijn in plaats van Duits. En dat was namelijk de andere mogelijkheid. En als onderdeel van de onderhandelingen heeft de Britse regering... Heel erg leuk. Nou, mijn humordingen, dat is echt wel leuk. Ja. Scheikunde en humor. Humor en pizza, die is ook superleuk. En dan moet je maar even kijken. Ik heb in totaal heb ik in humor staan er 50. Ook hele lange. Dat zijn complete nieuwsuitzendingen. Maar ook van die hele speciale, die dan maar heel kort duren. 5 minuten, 4 minuten. Er zit er ook eentje bij en die is weggegooid. Ik denk dat dat de humoruitzending was met de mooie titel Seks met Angela Merkel. Want die vond niet iedereen even humoristisch. En dan kreeg ik een ongelofelijke YouTube-ban. Dat moet je niet hebben. Ik ben naar alles op zoek gegaan. Ik had samen met Marco een hele serie gemaakt van seks met Angela Merkel en seks met Paul Blokhuis en seks met Mark Rutte en seks met... die zijn allemaal verwijderd. Ja, dus dat... Ja, dat hoort er ook bij, vind ik hoor. Zelfcensuur, hè? Nou, dit was wel genoeg reclame. Dus op mijn kanaal kan je ook naar de humor gaan. Nou, weer wat anders. Maar even terug naar iets serieus. En dat gaat dan over kennis. Ik ben een heel nieuwsgierig iemand vergeleken met de mensen in mijn omgeving. Dus bijvoorbeeld Wim Kruidentuin, mijn vriend. Die is wel nieuwsgierig, maar dan moet het wel geschreven zijn... En als het een YouTube-filmpje is, dan is die niet nieuwsgierig. Dus dat hele medium van het gesproken woord, daar is die niet in geïnteresseerd. Nou, dat heb ik dus niet. Het maakt mij niet zoveel uit. Het is wel zo dat ik YouTube-filmpjes waarbij ik heel veel moet lezen... Dus waar er veel beelden in gebruikt worden, maar dan met van die teksten die dan komen. Oh ja, en waar een muziekje onder zit. Daar word ik scheidsziek van. Dus dan heb je op zich wel iets waar je meer kennis van zou willen hebben. Van nou, zou ik wat meer van willen weten. En dan start je hem op en dan hoor je zo'n zeur-synthesizertje. En dan zo'n klop-klop-klop machientje erbij. En dan... Oh, nee. Nee, dat trek ik niet. Ja, daar ligt bij mij de grens. Maar dat komt omdat ik me dan ontzettend irriteer aan het muziekje. En dan kan je dan ook vaak het muziekje niet uitzetten... omdat ze er ook nog overheen gaan spreken. En ik vind dat als je dan toch wat inspreekt... dan moet je er geen muziekje onder hebben. Want waar heb je dat nou over, man? Houd toch op. Maar voor de rest mag het voor mij echt van alles zijn. En liefst een gesproken woord dan. Of geschreven en dan een pdf of zo. Of gesproken woord. Maar het mag ook in combinatie zijn dat je het gesproken woord hebt met wat teksten erbij. Ter verduidelijking. Maar ik ben nieuwsgierig. Nieuwsgieriger dan Wim. Zelfs nieuwsgieriger dan Wim. En die is voor de gemiddelde mens behoorlijk nieuwsgierig. En vergelijk ik mezelf met mijn moeder. Nou, daar ben ik wel 100 keer zo nieuwsgierig dan dat zij is. En mijn zus ook zoiets. Ik ben vrij nieuwsgierig. En dat heeft ertoe geleid dat ik van heel veel dingen... weet ik wel wat. En van sommige dingen weet ik ontzettend veel. Van computers programmeren weet ik heel erg veel, natuurlijk. Dat is mijn vak. Maar daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar geweest. Van hoe moet het dan? Hoe moet het dan? Ik ken ook mensen die noemden zichzelf computerprogrammeur en ja, die gaan zo programmeren. Ja. Maar die zijn helemaal niet nieuwsgierig. Die programmeren. Nu niet. En die gaan niet voor hun lol een keer op een avond. Ja, nee, helemaal niet. En ik wel. Ik heb ook heel veel programmeertalen bijvoorbeeld bestudeerd. Puur uit nieuwsgierigheid. En inmiddels ben ik daar zo'n beetje klaar mee. Ik heb wel ontdekt dat... En daar gaat het dan ook over. Dat neem zoiets als een computertaal. Ja, je kan... ja, voor mij is er eigenlijk maar één taal en die heet computertaal. En die kan geïmplementeerd zijn. Geïmplementeren, dat heet dan een mooi woord als ingevuld zijn. Op de ene manier of op de andere manier. En daar kan je het dan over hebben. Maar voor de rest is het daar één pot nat. Ik heb mij laatst verdiept in weer een nieuwe taal uit nieuwsgierigheid. Hè? Heet Python, heet die. En toen dacht ik, oh, is het dat? Ik was eigenlijk teleurgesteld. Ik had er wat meer van verwacht. Maar... ik dacht, oh, is het dat? Ja, daar zit ik niet echt op te wachten. Ik zelf gebruik ik als taal C++. En dat vind ik helemaal geweldig. Totaal goed. Voor mij hoeft dat niet verbeterd of zo. En er zijn wel mensen hoor, die zeggen... ja, maar C, dat is een hele gevaarlijke taal. Want dan kan je hele erge fouten veroorzaken... en die vind je nooit meer terug. Ja, dat kan je alleen maar overkomen... als je er een rommeltje van maakt. En als je ergens een rommeltje van maakt... en heb je in ieder systeem... in ieder programmeeridee uiteindelijk een probleem. Je moet heel netjes werken, zonder meer. En als je heel netjes werkt... en ik heb daar dan vorm aan gegeven in C... dan... ja... nee, dan gebeurt je helemaal niks. Gewoon nooit een bug of zo. Ja, dit is wel iets wat niet werkt. En hij crasht heus wel eens een keertje. En, er is altijd wel weer iets, maar er zijn issues. Geen dramatische toestanden. Niet bij mij in de buurt in elk geval. Maar van toxicologie weet ik wel wat. En van ecologie weet ik wel wat. En epidemiologie weet ik wel wat. En kwantummechanica weet ik wel wat. En de snaartheorie weet ik wel wat. En, ja. En als je aan mij nou vraagt... wat weten wij mensen nou... dan zeg ik, nou, we weten eigenlijk bijna niks. Ja. Wij weten niet waar materie uit bestaat. Om maar wat te noemen. We gaan de hele dag om met materie. Maar we hebben geen flauw benul hoe dat in elkaar zit. Echt niet dan? Bij CERN, dus in Zwitserland is dat, daar hebben ze een cyclotron... en dan gaan ze met elektromagneten, heel ingewikkeld, brengen ze subatomaire deeltjes in een cirkelbaan. En dan gaat steeds harder en harder en harder en harder en harder. En dan laten ze zo'n deeltje of meerdere deeltjes uit de bocht schieten. En dan knallen ze die deeltjes keihard tegen een muur aan of zo. Mijn dochter die wilde weten wat er in de keukenwekker zat. Want de keukenwekker, ik had een keukenwekker gekocht en die was kapot, die deed niet meer. En mijn dochter zo, ja, hoe ziet zo'n ding er dan uit aan de binnenkant? Ik wil wel weten, mag ik hem van het balkon afgooien? Met als idee van, dan valt hij beneden op de stoep uit elkaar en dan kan ik zien wat erin zit. Ik zei, ja, natuurlijk meisje. Haar vriendin was erbij, dus een van die twee moest beneden staan. Om, ja, niet dat hij tussen het... want ik woon aan een vrij drukke stoep. Ik wil wel even de vriendin beneden staan om tegen mensen... Ja, niet dat iemand dat ding op zijn kop krijgt. Hè. Maar voor de rest was het geen probleem. Dan heeft ze mijn dochter 2 keer gegooid. Dat werkte niet. En toen de 3e keer gooide ze extra hard dat ding naar beneden. En toen was die kapot. Nou, toen kon ze zien wat erin zat. Nou, dat doen ze bij CERN ook. Met subatomaire deeltjes. Die knallen ze helemaal en dan gaan ze kijken wat erin zit. Ja, daar kan je eeuwig mee bezig blijven. Want iedere keer als ze dan weer wat kapotgeschoten hebben... en ze kunnen zien wat erin zit... hebben ze weer een nieuw deeltje wat er dus in zit... en dan moeten ze weten wat daar weer in zit. Je hebt ook van die Russische poppetjes... Dan doe je zo'n poppetje open en er zit in dat poppetje zit weer een nieuw poppetje. En dan doe je weer zo'n poppetje open en er zit weer een nieuw poppetje in. Dan doe je weer het poppetje en er zit weer een poppetje in. Dan doe je ook weer een poppetje in. Maar bij die Russische poppetjes heb je uiteindelijk een heel klein poppetje. En dat kan je niet meer open doen. Dus. En bij de materie... ja... momenteel hebben ze dan het begrip het kleinste deeltje, waarmee ze bedoelen het deeltje wat ze niet kapot kunnen krijgen. En dat is dan weer een kwestie van geld. Want als je, dan gaan ze gelijk een voorstel schrijven. Van ja, maar als we nou zo'n cyclotron zoveel groter maken. En dat we wat meer stromen krijgen. En dan gaan we nog harder. En dan kunnen we het wel kapot krijgen. Dus het kleinste deeltje is niets anders dan het deeltje wat ze nog niet kapot gekregen hebben. En ze lopen te zeuren om extra geld. Om het kleinste deeltje ook kapot te maken. En dan hebben ze weer het nieuwste kleinste deeltje en dan gaan ze daar weer over lopen zeuren. Kortom, ze weten niet waar materie uit bestaat. Klaar. Punt. En heel veel dingen weten wij helemaal niet. Bijvoorbeeld de atomen. Dan heb je waterstof, helium, lithium, beryllium, borium, koolstof. Weet jij ze allemaal uit je hoofd? Koolstof, dan krijg je stikstof. Dan krijg je... jodium? Nee. Stikstof? Nou ja, en dan eentje die ik niet weet. Oh, zuurstof natuurlijk, ja. Zuurstof. En dan krijg je jodium. En dan krijg je argon. Ja. Anyway, dat zijn de atomen. De eerste 10 dan. En er zijn er in het totaal 100 en nog wat. Daar weten ze... ja, ze weten niet waarom die dingen op die manier in elkaar zitten. Waterstof is een gas. Dat is het eerste atoom. En het tweede ding, dat is helium, dat is ook een gas. En dat derde, lithium, dat is weer een vaste stof. En waarom? Hoe kan dat nou weer? En het vierde ding, dat is dan beryllium, dat is ook weer een vaste stof. En het vijfde, borium, is ook weer een vaste stof. En dan heb je het zesde, dat is koolstof, dat is ook weer een vaste stof. Maar dan krijg je daarna stikstof, dat is weer een gas. Ja. En daarna krijg je zuurstof, dat is ook weer een gas. Ja. En dan krijg je jodium, dat is een vloeistof. En dan krijg je argon, en dat is weer een gas. Ja, dat weten ze echt niet. Daar hebben ze geen flauw benul van. Of het is opgeschreven in een boekje dat zo ontzettend klein is... dat ik het niet kon vinden in de bibliotheek waar ik geweest ben. Staat ook niet op internet. Weten wij helemaal niks van. Ik weet nog dat ik op de middelbare school... tijdens de scheikundeles... en dan kregen we het begrip elektronegativiteit. En die man zo vertellen van... kijk, de elektronegativiteit die neemt dan toe. Want die atomen zijn genummerd, hè. En dan heb je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enzovoort, hè. En dan van 2 naar 3 neemt het toe met zoveel. En dan van 3 naar 4 neemt het ook naartoe met zoveel. En dat is dan ongeveer hetzelfde. Maar niet precies. Dus ik steek mijn vinger op en ik vraag aan die leraar... waarom is het ongeveer hetzelfde en niet precies? En die man die keek me aan en die zei, ja, dat weten we niet. Goeie vraag, zei hij. Dat is een hele goede vraag. Hè? Dus je hebt 2 bolletjes en dan heb je een elektronegativiteit van zeg maar 0,1... En dan heb je 3 bolletjes en dan heb je een elektronegativiteit van 0,15, zullen we maar zeggen. Ja, je gaat van 2 naar 3, dus neemt de elektronegativiteit met 50% toe. Maar het is niet 1,5, nee, het is 1,41. Raar. En met atoomgewichten precies hetzelfde. Dus... het gewicht van een atoom. Hè? Dus heb je een atoom, neem waterstof, dat heeft dan één proton. En het elektron eromheen, dat weegt helemaal niks. Dus dat gewicht is wel bepaald door dat ene proton. Nou, zegt dat 1 weegt, hè? Nou, dan heb je helium. Dan heb je 2 protonen plus 2 neutronen. En daarvan verwacht je dan dat het 4 keer zo zwaar is als waterstof. Dat is niet waar. Dit is 3,9 keer zo zwaar. Ja, waar is die 0,1 gebleven? Weet niemand. Geen flauw benul. Nee, het zegt ons allemaal echt helemaal niks. En er zijn nog andere dingen, hoor. Ik bijvoorbeeld... Ik snap niet hoe een volle maan in het zuiden kan staan. In de nacht. Snap ik echt niet. Ik heb daar nog een keer gebeld met iemand van het Eisinga planetarium in Friesland. Nee, niet gebeld. Ik heb een e-mail gestuurd. En die man zei, joh, dat is allemaal heel logisch. Want dat komt daardoor. Want de zon, die schijnt dan op de maan. En dan, dan heb je volle maan als hij er vol op schijnt. En dan denk ik, ja, maar de maan staat in het zuiden. Het is nacht, dus de zon zit aan de andere kant van de aarde. En de maan is dan niet in de schaduw van de zon. Want als de maan natuurlijk in de schaduw van de zon zit, dan zie je helemaal niks. Dan heb je, dat heet een maansverduistering. Maar dat is dan niet het geval. Dus die maan, die is dan... daar komt de zonlicht op. Maar die is dan vol. Maar die maan staat in het zuiden. En die zon is ondergegaan in het westen. Hoezo is die maan dan vol? Ja, ik snap dat dan niet, hè? En die man van het Eisinga planetarium, die wist dat volgens mij ook niet. Ja. En ook heel veel dingen die worden afgedaan als toeval. Bijvoorbeeld, wij zien van de maan altijd maar 1 kant. Dat is best raar. Als jij een bal aan een touwtje om je heen slingert, dan zie je ook altijd maar 1 kant van de bal. Nou, die bal zit ook met het touwtje aan jou vast. Dus die bal die draait dan als het ware om zijn eigen as heen, wel beschouwd. Terwijl die in totaliteit om jou heen draait. Dus vandaar dat je altijd dezelfde kant van de bal zit. Maar neem ons en de zon. Kijk, als je vanuit de zon naar de aarde kijkt, dan zie je telkens een ander stukje van de aarde. Want af en toe is het hier dag en dan zien wij de zon. En af en toe is het hier nacht en dan is de zon er alleen zichtbaar vanaf de aarde gezien, vanaf de andere kant van de aarde. En dat houdt in dat je vanaf de zon dus dan de andere kant van de aarde ziet. Ja? Maar bij de maan, die dan om ons heen draait, zitten wij altijd naar hetzelfde stukje te kijken. En hoe kan dat nou weer? Dan zit kennelijk de maan met een touwtje aan de aarde vast. Maar waar loopt dat touwtje dan? En dan ken ik iemand, de Marco is dat, en die zegt dan met het grootste gemak, maar dat verzint hij dan ter plekke, hè? Oh, nee, maar ik weet het al. Het is namelijk... het is magnetisch. De maan is, is van ijzer. En aan de ene kant zit heel veel ijzer. En door de magneetwerking... Want de aarde is een magneet. Zegt u dan ook maar even. De aarde is een magneet. En die trekt dan aan het ijzeren deel van de maan. Denk ik, ja. Ja, dus dan zitten in de maanstenen, want wij zijn naar die kant van de maan gegaan, die altijd met dezelfde kant, nou, de kant die dus naar de aarde staat, hè, zijn we naar de maan gegaan, zeggen ze. Marco gelooft dat, hè. Maar voor Marco is het klip en klaar. Hè? Dus dat de NASA, dat die alleen maar het Amerikaanse volk geld uit de zak heeft geklopt. Dat, ja, daarvan zegt hij, kijk, zo slecht zijn mensen niet. Dat is voor hem onmogelijk. Dat er mensen zijn die verzekeringsmaatschappijen oplichten voor een paar $1000. Dat gelooft hij onmiddellijk. Dat, zo zijn mensen. Hè. En dat mensen met de computer dingen frauden. Dan lozen ze zomaar $1 miljoen van de ABN AMRO naar de Seychellen. En is de ABN AMRO bestolen voor $1 miljoen. Dat gelooft Marco onmiddellijk. Maar dat de NASA het Amerikaanse volk per dag $200 miljoen afhandig maakt? Nee, zei Marco, dat doen mensen niet. Dat zou betekenen dat het hier gaat om een fraude van miljarden dollars. Nee, dat doen mensen niet. Nee, dat hebben ze echt gedaan. Naar de maan gegaan. Ja, dat gelooft Marco dan. Maar goed, waarom staat de maan altijd met dezelfde kant naar ons toe? Ja, ik zou het niet weten. Ik weet het niet. En de mensen die er dan wel wat op weten te zeggen, zoals Marco, ja, die komen dan met zoiets als dat de maan voor een deel van metaal is. En omdat de aarde magnetisch is, staat het metalen deel dus vanzelf altijd naar ons toegedraaid. Ja, dan had ik bij die maanlanding dan wel even willen weten hoeveel metaal en welk metaal er dan in de maan zit. Maar dat is allemaal niet. En dan hebben ze van die maanstenen mee teruggenomen van de maan. Dat is echt wel een gek verhaal. En hebben ze vlak na, want ergens in juli zijn ze in 1969 naar de maan gegaan. En een maand daarna kreeg een of andere Nederlandse politicus, weet je die ook alweer? Drees of zo. Die kreeg een maansteen. Belachelijk natuurlijk. Waarom geef je een maansteen aan een politicus? Wat heeft die er nou mee te maken? Die maansteen die hadden ze moeten geven aan het TNO. Om te onderzoeken. Bijvoorbeeld hoeveel metaal zit erin, zodat we dan... want, ja, geef toe, wat Marco zegt, het zou kunnen dat de maan voor de helft van metaal is en dat dan die metalen kant magnetisch naar ons toegedraaid staat, hè? Zou kunnen. Maar ja, dan ga je toch kijken, waar bestaat die maansteen uit? Nee. Ze geven dat ding niet aan een Universiteit van Nederland of aan het TNO of aan de KEMA of wat voor een onderzoeksinstituut dan ook maar. Nee, dat geven ze aan Willem Drees. Zodat hij dat in een of ander kabinetkastje kan zetten naast zijn zwemdiploma van de middelbare school. En als hij dan visite krijgt, die Willem Drees, dan zegt hij, nou, zal ik je eventjes mijn trofeeën laten zien? Nou, kijk, dit was op de middelbare school. Toen heb ik mijn zwemdiploma gehaald voor het diepzeeduiken. En dan daarnaast is een maansteen. Die heb ik gekregen van de Amerikaanse regering. Nou, inmiddels is meneer Drees overleden toestanden en zijn huis is helemaal opgeruimd. Toen hebben ze die steen ergens in de 22e eeuw aan de Universiteit van Amsterdam gegeven. En die hebben hem onderzocht en die vonden daarin, ja, allemaal even stilzitten, tromgeroffel, organisch materiaal. Koolstof zat erin. Dat verklaarde dan ook gelijk in één keer waarom het zo licht was. Het was geen hout, het was versteend hout. Waarbij versteend niet is dat het hout veranderd is in steen. Want dat zou inhouden dat je koolstof verandert in silicium. En dat kan niet. Dat kunnen die alchemisten of zo. Die waren proberen om lood waren aan het proberen om lood te veranderen in goud, maar dat kan niet. En je kan ook geen koolstof in silicium veranderen. Maar je kan hout wel zo behandelen dat het zo hard wordt als steen. Zo hard als een steen. Nu is het geen steen, maar dan is het zo hard als steen. Dan is het versteend. Het was versteend hout. En Marco zegt dan, ja, maar dat moet je snappen, dat is Amerikaanse humor. Dat was een grapje. Maar we zijn wel naar de maan geweest. Ja. Maar wij weten niet waarom de maan telkens met dezelfde kant naar de aarde staat. Dat weten we niet. En zo zijn er nog meer dingen hoor. De maan is bijvoorbeeld vanaf de aarde gezien net zo groot als de zon. Dus in het geval van een zonsverduistering, dan komt dat omdat de maan tussen de aarde en de zon in staat. En dan dekt de maan precies de zon af. Maar dan ook echt precies. Dat is wel vreemd. Maar de maan is toch mysterieus, hoe je het ook maar bent of keert. En ik heb ook nog laatst een foto gemaakt, maar ik kon er niet helemaal uitkomen, maar dat was overdag. En ik was op weg naar mijn werk, dus heb je ook niet alle tijd. En ik had geen statief bij me. Anyway, het kwam erop neer, het was een ochtend. En de zon was net 2 uur op. En de maan stond aan de hemel in het zuiden. En het was iets van een halve maan. Maar als je die lijn doortrok naar boven toe, dan kwam je niet uit bij de zon. Want de zon stond, als ik dus keek naar de maan, stond de zon ergens aan mijn linkerkant. Dat was het eigenlijk. Ik vond het toch vreemd. Ik heb het geprobeerd te fotograferen, maar die foto's waren niet overtuigend genoeg. Ik snapte er op dat moment helemaal niks van. Maar dat wil niet zeggen dat er wat aan de hand is hoor. Maar dat die maan altijd met dezelfde kant naar ons toe staat, dat is onverklaard. Weten wij niet. Dus materie, wij weten niet waar materie uit bestaat. En de maan, waarom staat die altijd met dezelfde kant naar ons toe? Dat weten we ook niet. En een hele fijne is, wij weten niet waar leven vandaan komt. Wij zien een heel groot verschil tussen materie die niet leeft, zoals een baksteen of een stalen balk. Of een computer. Hè? Dat is dode materie. Een auto. Een auto beweegt wel, maar een auto is dode materie. Nou, wij zien heel goed het onderscheid tussen dode en levende materie, maar wij weten niet waar levende materie vandaan komt. Door elk experiment om te verklaren dat levende materie vanzelf ontstaat uit dode materie, dat is, ja, niemand begint eraan. Niemand neemt de moeite om zo'n experiment te verzinnen. En niemand neemt de moeite om een experiment wat dan verzonnen is, om dat uit te werken en een begroting te maken en dan bij de Verenigde Naties of de Nederlandse overheid of de Europese Unie of direct bij de ABN AMRO bank om te vragen om geld. Ja, want ik zou dit willen gaan onderzoeken. Ik wil kijken hoe uit dode materie levende materie komt. En dat ga ik op deze manier beproeven. En dan ga ik dat experiment ga ik zo en zo uitvoeren. En daar heb ik zoveel mensen voor nodig. En dat duurt 5 jaar. En Nou, dan moet je even gaan rekenen dus, hè. Je hebt materialen nodig en je moet een ruimte huren. En je hebt elektra nodig en water en de ruimte moet schoongehouden worden. Kortom, en dan kom je uit op een bedrag van, nou, neem ik aan, 600 miljoen euro of zo. Nou, niemand schrijft zoiets op. Niemand gaat naar de Verenigde Naties met zo'n plan. Nou, iedereen zegt van, oh ja, maar dat is al lang bekend hoor. Dat heeft Charles Darwin, heeft hij dat in de 19e eeuw al helemaal bewezen. Dat levende materie vanzelf ontstaat uit dode materie, Perry. Dus daar moet je nou over ophouden, is allemaal al bekend. Nee, dat is helemaal niet bekend. Dat heeft Charles Darwin helemaal niet bewezen. Dat is onzin. Wij weten helemaal niet hoe levende materie ontstaat. We weten alleen maar dat er levende materie is. En wij weten ook dat het te maken heeft met twee geslachten. Als je het hebt over geslachtelijke voortplanting. Want er is ook ongeslachtelijke voortplanting. En dan is er sprake van 1. Dat is niet van 2, maar van 1. Er is nooit sprake van 3 geslachten. Dat is helemaal nergens. En waarom dat is, dat weten wij niet. Nee, dat weten wij niet. Gezegd, ja, in de Bijbel staat, in de beginnen schiep God de mens en hij schiep hun man en vrouw. En daarom is dat. Ja, maar dat telt niet. Hè? Tenminste, dat zeggen de mensen. Dat wat in de Bijbel staat, dat gaat niet door voor kennis. Want dat is alleen maar omdat het in de Bijbel staat. Dus dat mag je niet meetellen. Nou, waarom zijn er dan maar 2 geslachten? Huh. Toevallig of zo? Nou, dat moet je zeggen, dat is toeval. Ja, wel, jij zegt het. Dus dat betekent dat jij dan gelooft dat morgen een 3e geslacht uitgevonden kan worden. En dan niet komen met die flauwe grap van ja, dat zijn transgenders. Daar gaat het niet over, hè? Iemand die biseksueel is, die behoort niet tot een nieuw geslacht. Dus een biseksueel iemand heeft een penis of niet. En dan zeg je, ja, maar hermafrodieten dan, die hebben ook een penis en ook een baarmoeder. Ja, die hebben een halve penis en een halve baarmoeder. Hermafrodieten zijn in de regel, standaard, onvruchtbaar. He, er zijn ook mensen die worden geboren met maar 1 arm. Of die mensen worden geboren zonder elleboog. Ja. Dat zijn geen mensen, dat is niet een nieuw soort mens. Nee, er is iets fout gegaan. En dat gebeurt. In de baarmoeder gaat soms wat fout. Dan heb je ook mensen met 1 ruggengraat en 2 hoofden. Ja, dat bestaat. Siamese tweelingen dan. Of op een andere manier hebben ze maar 1 hart en wel 2 lichamen. Nou, bizarre dingen, man. En zo heb je ook een hermafrodiet. Die heeft dus inderdaad iets van vrouwelijke geslachtskenmerken en mannelijke geslachtskenmerken. Allebei. Ja, dat is niet een 3e geslacht, snap je? Daar is iets misgegaan in de baarmoeder. Nee, ik heb het over iemand die totaal gezond ter wereld komt en die heeft nog een penis, nog een baarmoeder, maar die is wel nodig in het grote geheel der voortplanting. Nee, dat is helemaal niet. En waarom is dat? Nou, weten we niet. Punt. En dan kun je zeggen, ja, maar het is logisch dat er maar 2 geslachten zijn, dus daar hoef je het verder niet over te hebben. Ja, dat staat in de Bijbel ook. In het begin schiep God de mens en hij schiep hen, man en vrouw. En dan gebruik je dat dogma, want het is logisch dat er maar 2 zijn. Maar waarom is het logisch? Waarom zouden er niet 3 zijn? Hè? Dus dan moeten twee mensen, die doen de voorbevruchting. En dan is een derde nodig voor de nabevruchting. Waarom niet? Waarom is het met twee voldoende? Ja, dat weten we niet. Dus wij denken dat we heel veel weten, omdat we ons niet afvragen hoe dingen nou werkelijk zitten. Echt diep doorvragen doen we niet. En wij, ja, in onze oppervlakkigheid, dat we ons nergens wat van aantrekken, we nergens iets afvragen. En het enige wat we weten is, wij weten de bustijden uit ons hoofd. En dat lijn 83, die gaat tegenwoordig niet meer door tot Amersfoort, maar die stopt al in Lunteren. Dat is een nieuwe dienstregeling. En, ja, en dan denken we dat we heel veel weten. Maar we weten helemaal niks. Vergeleken met wat er is. Het verschil tussen levende materie en dode materie, dat lijkt me nogal fors. Nou, van dat verschil weten wij nul, zilch. Jota. Nee, geen jota, ne jota. Niet eens een begin. Er is niet eens een begin van kennis van dat. Ja. Nou, ga er maar aan staan. Dus dat zou je eigenlijk duidelijk moeten maken. Dat zou in de krant moeten staan. Dat zou ook bij het onderwijs duidelijk gemaakt moeten worden aan de kinderen. Van nou, welkom in de klas. En het enige wat we jullie kunnen leren, dat zijn oppervlakkige dingen. Dus als je naar Duitsland wil, dan kan dat met de trein. En als je naar Engeland wil, dan kan dat ook met de trein. Maar dan moet je door de kanaaltunnel heen. En als je dat eng vindt, dan moet je met de boot naar Engeland. Maar als je naar Duitsland wil, dan hoef je niet per se met de boot. Het kan wel. Je kan wel met de boot naar Duitsland, maar dat hoeft niet. Je kan prima met de auto. Nou, dat soort dingen kan je leren op school. Maar op school kan je niet leren waarom er maar twee geslachten zijn. Want ze weten het niet. Op school kan je niet leren wat het verschil is tussen levende en dode materie. En waarom je van dode materie geen levende materie kan maken en wel andersom. Dus je kan wel het levende doden, maar niet het dode tot leven maken. Dat is nog nooit gelukt. Dr. Frankenstein, die heeft dat geprobeerd. Met die roman van die mevrouw Shelley, Mary Shelley. Maar dat is een sprookje. Een raar sprookje ook nog een keer. Een naar sprookje. Een eng sprookje. En is er zoiets als gezondheid? Daar weten we ook extreem weinig van. Mensen die naar het ziekenhuis gaan met een klacht, daarvan weet het ziekenhuis in 20% van de gevallen heel goed wat ze eraan moeten doen. 20%, 1 op de 5. In 80% van de gevallen zit het ziekenhuis een beetje te krabben op de achterkant van hun hoofd. Van ja, wat waren de klachten ook alweer? Maar weten ze het echt niet. Mijn vader die ging naar het ziekenhuis, want zijn klachten waren dan tot... hij was moe en hij had geen eetlust meer en dat soort dingen. Nou, toen had hij eerst beenmergkanker, maar dat bleek dan niet waar te zijn. Toen had hij ziekte van Crohn, dat bleek toen ook niet waar te zijn. En toen had hij longkanker. En dat konden ze opereren, dus dat zijn ze gaan doen. En toen kreeg hij een infectie met een ziekenhuisbacterie. En toen ging hij dood. Ja. Oh, je vader is overleden aan longkanker. Nee. Nog een keer. Ze hebben hem geopereerd en dat carcinogene weefsel weggesneden. Van tevoren hebben ze niet gecontroleerd of dat weefsel überhaupt kwaadaardig was. Wat wel zo voorzichtig was geweest, want als het niet kwaadaardig is, waarom zou je dan gaan snijden? He? Maak je het probleem alleen maar erger mee. Nee, dat was zo paniek, paniek. Nee, gelijk opereren. Oh. Ik vroeg nog, toen mijn vader dus op de intensive care lag en ze al in het ziekenhuis van Harderwijk, laat je dan nooit opensnijden. Pas op voor het ziekenhuis Harderwijk. En daar hebben ze MRSA namelijk. Daar heeft mijn vader niet meegenomen van de boot waar hij woonde. Ja, dat was daar dat hij dat opgelopen heeft. Nou, daar vroeg ik aan die chirurg van, of nee, hoofd van de intensive care unit, waar mijn vader lag te roggelen. Ik zeg, goh, was die kanker, was dat wel kwaadaardig? En die man zo, joh, dat hebben we van tevoren niet bekeken. Dus, Ik zei, ja, maar achteraf toch wel, of niet? Oh ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik zei, nou, nogmaals de vraag, was het kwaadaardig? Huh? Mijn tante zat erbij en die heeft het hele leven lang gewerkt in die medische ziekenhuistoestanden. Dus die zat ook naar niemand te kijken. Maar ja, de vraag die mijn neef stelt is uitermate terecht. De patiënt die was op sterven na dood. Die zou het nog maar eventjes maken en dan zou die dood zijn. Aan de ziekenhuisbacterie. Dus was het kwaadaardig. Nou, toen liep die chirurg, of nee, die hoofd van de intensive care unit. Dus die man die gesneden heeft, die heb ik nooit gesproken. Maar wel het hoofd van de intensive care unit. En die liep dan naar zijn kantoor of zo. Die kwam eventjes de gang inlopen na afloop. En die riep op 6 meter afstand naar ons toe. Ja hoor, het was kwaadaardig. Doeg! Die man had geen zin in nog een gesprek. Want hij vond het gesprek wel echt wel lang genoeg geduurd, hoor. En jeetje, wat ingewikkelde vragen allemaal. En dan 2 van die mensen en die gaan dan echt vragen. Waarvan je denkt van ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. En die man die vond het wel, ja, die hadden wij andere hele belangrijke dingen te doen. Nou, jij en ik snappen denk ik wel dat dat onderzoek naar de kwaadaardigheid van die carcinogene toestanden, dat heeft niet plaatsgevonden. Dus hij zoog het even uit zijn duim, dat het kwaadaardig was. Ja. En als die bij ons komen zitten, dan had ik gevraagd van, oh ja, en welke vorm dan van kwaadaardigheid? Ja, want de ene kanker is de andere kanker niet, hè? Nee, daar had die man geen zin in. Kortom, de kennis van die man. Het gaat over kennis, hè? Die man wist er helemaal niet zoveel van. Ja, die krijgt dan zo iemand en die heeft een ziekenhuisbacteriënfectie. En dan weet hij precies wat hij moet doen. Volpompen met morfine. Mijn vader moest aan de kunstmatige ademhaling. En zeg het maar. Antibiotica moesten erin, en dat weten ze dan allemaal wel en dat moet allemaal volgens het boekje. En dan doen ze eerst dit en dan doen ze dan dat. En hij weet ook dat die antibiotica, het is anti-bio. En bio betekent leven. Dus anti-bio-spul gaat erin. Ja, dat is niet echt levensbevorderend, mag je aannemen. Dat is puur gif. En je hoopt dan maar dat dan de kankercellen er allemaal kapot van gaan. Ja, sinds wanneer helpt... Nee, wacht even. De kankercellen, dat was niet dat die bacterie er kapot aan zou gaan. Maar ja, die MRSA in het ziekenhuis, die is resistent. Dus ja, die krijg je toch niet te gazen. En dan kan je wel met een of andere mix komen aan antibiotica. En dan hopen dat het deze keer wel lukt. Maar die kans is miniem. Eigen gezondheidszorg, ze weten echt niet veel. En niet dat ze dan allemaal te kwade trouw zijn. Dat gaat me ook weer te ver. En er zijn een hele hoop gevallen. En, ja, dan zou ik toch maar even naar de dokter gaan. Dus ik heb bijvoorbeeld ook... ik ga dus niet, echt niet vaak naar de dokter. Maar ik ben voor 2 weken terug of zo. Of 3 weken terug. Ben naar de huisarts geweest. En die zei dan van... ja, nou dan moet je toch maar eventjes dit doen. En toch maar even dat doen. En, dat was ook voor het eerst in 16 jaar of zo. Nou, 13 jaar of zoiets. Dat ik naar de dokter ga. En bepaalde dingen, ja, daar kunnen ze echt wel wat aan doen. Het bleek bijvoorbeeld dat mijn vitamine D-gehalte in mijn bloed veel te laag is. Nou, dan heb ik pillen voor gekregen. Nou, dat weten ze heus wel. En dan was mijn ijzergehalte in mijn bloed was aan de lage kant. En de huisarts zei van ja, dan moet je maar meer vlees eten. Nou, dacht ik oké, dan hou ik me dan aan. Als je ijzer tekort hebt, moet je spinazie eten, want er zit heel veel ijzer in. Ja, er zit heel veel ijzer in spinazie, maar dat neem je niet op. Als je ijzergebrek hebt, kan je ook wel een moer naar binnen werken. Ga je naar de ijzerwinkel, koop je een lekkere moer. En trek je bouillon van of zo. Dat helpt niet. Ik denk dat je... ja, bloedachtige dingen moet je naar binnen zien te krijgen. Want in bloed zit vrij veel ijzer. Je hemoglobine, dat zit een ijzeratoom in. Maar weten we nou veel van het lichaam? Nee. Mijn moeder die loopt al jarenlang bij artsen en die heeft altijd weer wat. Maar regelmatig dat zij, ja, punt 1, echt beter gaat het niet met mijn moeder. Ze kunnen er niet echt van afhelpen en ze hebben er al zo vaak geopereerd. Maar ja, goed, ze is wel oud geworden. Ze is nou 78, toch? Ja. En nou, ze doet het nog vrij aardig. Maar ik kan me voorstellen dat ze zonder al die artsenbemoeienis... dat ze ook wel 78 was geworden. Nee, wat weten wij nou? Van het ontstaan van het leven weten we niks. En dat is misschien wel het grootste hiaat wat we hebben. En wat wij ook niet weten, en dat is wel verwijtbaar... maar het is dat in de 18e eeuw is vastgesteld dat het feit dat wij niet weten wat de oorzaak is van leven... dat dat niet inhoudt dat er geen oorzaak is van leven. Maar dat het zo is dat de oorzaak van het leven per definitie niet via het weten is te bepalen. Dat weten wij. Dit heeft Immanuel Kant netjes voor ons opgeschreven. Uitgepend. Zoals Immanuel Kant zei, ik moest het weten opheffen. Ik moest het weten begrenzen of aantonen dat het weten een grens heeft. En zo ruimte te maken voor het geloven. Dat moest ik doen. Dat was mijn taak. En dat is dus netjes gedaan in de 18e eeuw. 1781 kwam dat hoofdwerk uit. De kritiek der reinen Vernunft. Maar er wordt dan vrijwel geen aandacht aan geschonken op scholen. Dat is jammer. En zo houden wij onszelf dom. En dat is jammer. En dat is niet nodig. Het is al erg genoeg dat je niet alles weet. Maar nog erger is dat je de jeugd niet vertelt dat dat geen schande is, want je kan niet alles weten. Er blijft een stuk over waarbij je moet overschakelen naar je geloof. Punt. Dat is helemaal niet erg. Dat is niks om je voor te schamen. Dat is nu één keer hoe het is. En dat komt omdat het weten, dat is naar zijn aard begrensd. Helaas, pindakaas. En dan blijft het, dan is het nog steeds, het is niet zo dat dat het einde is van het bestaan of zo. Van, oh, wij zullen nooit weten wat de oorzaak is van leven. Nou, dan heb je altijd de Bijbel nog, hè? En dat er dus iets is wat wij niet kunnen meten, wat wij niet kunnen tellen, nou, wat ontelbaar en onmeetbaar is, wat we dus niet in de directe zin via het experiment kunnen ervaren. Dus daar valt het allemaal buiten en dat is de oorzaak van het leven. Dus er is niks verkeerds mee. Met dat besef, hè, dat er dus meer is dan materie. En dat dat de ontbrekende factor is die het plaatje compleet maakt. De materie die wij niet in zijn totaliteit begrijpen. En dat komt omdat de totaliteit meer is dan alleen maar materie. En met die gedachte, als je dan, met die gedachte in het hoofd, als je dan Johannes 1 vers 1 leest, dat is het vierde evangelie, het vierde boek van het Nieuwe Testament, van de Bijbel. Daar staat, in den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat is wat er aan de hand is. Dat maakt het compleet. Een mooie afsluiting, vind je niet? Johannes 1, vers 1. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs en geloof me nou maar, je hebt net wat geleerd. Je hebt je kennis vermeerderd. En dat is het allermooiste en het allerbeste wat jij kan doen voor jezelf als mens, los van kinderen opvoeden. En tegen jullie zeg ik dan op z'n hamburgers, tjus en dag lieverds.